Hoi en welkom bij Beauty Gloss. Vandaag heb ik voor jullie iets wat heel veel aangevraagd is, namelijk de parfum opruim uitzoekvideo. Jawel, ik ga al mijn parfums uitzoeken. Het is weer veel te veel. Zoals je kan zien, zakt de plank ongeveer in. Dus we gaan de parfums uitzoeken. Ik heb er ontzettend zin in en laten we gaan beginnen. Het eerste wat ik ga doen is, ik ga alle parfums die je hier ziet, dat is dus hier, maar ook wat hier staat en hier, ga ik eraf halen en dat ga ik even op een zacht ding leggen. En dan ga ik van daaruit uitkiezen wat ik wil houden en wat ik weg doe. Dus we gaan het even verplaatsen. Oké, ik heb de parfums eruit gehaald. En wat hier nu staat zijn dingen van andere categorieën. Je ziet hier body, beauty dingen. Dus eigenlijk moet ik dat ook een keer uitzoeken. Als je dat wil zien, let me know. Het neemt ook best wel veel ruimte in beslag. En daar heb ik body splashes. Ook wel parfum, maar toch iets anders. Dus ik wil daar even heel snel doorheen gaan. Kort en krachtig. Dit zijn allemaal body splashes uit Amerika. Hebben best wel een bijzondere betekenis voor me. Vooral deze en die. Want dit was toen ik zwanger in Miami was vorig jaar en niemand dat nog wist. Dus ja, eigenlijk die kerst body splashes. Oh, er zit nog een beetje bloemen achter verstopt. Ja, het liefst wil ik ze eigenlijk wel allemaal houden, maar ik weet dat het niet handig is. Maar als ik ze nu zo bij elkaar zie, doe ik denk ik cinnamon pumpkin geef ik weg. Zo lekker. Ik heb ze gewoon niet eens gedragen deze kerst. Heel eerlijk, borstvoeding en zwanger zijn en alles doet iets met je reuk. Ik heb wel het idee dat mijn parfumliefde weer helemaal terug is. Dus het is niet dat ik ineens een hele andere smaak heb gekregen. Maar ik draag zeker niet meer zoveel als wat ik eerst droeg. Dus daarom is het voor mij echt wel belangrijk om iets te gaan minderen. Dus dat ga ik nu doen. Oh, ik vind dit al moeilijk, jongens. Oké, ik heb besloten om deze te houden. Het zijn er veel, I know, maar ik doe er 4 weg. Ik doe Hot for Cocoa weg. Ik doe deze, Everything Nice. Ik doe Snow Angel weg van Philosophy. En ik doe Sweet Cinnamon Pumpkin van Bath & Body Works weg. Dus weg bedoel ik mee dat ik het weggeef aan vrienden. En deze hou ik. Ik vind ze gewoon heel lekker. Ze doen me denken aan Amerika. En ik spreek bij deze of aan mezelf dat ik dit opdoe als ik ga sporten. Want ik had heel lang dit als sportgeur. Zo'n body splash. En dat zat dan ook in mijn sporttas en zo. Het is tijd voor nieuwe sportgeur. En ik vind het wel een goed idee om dat gewoon een van deze te maken. Misschien Winter Candy Apple. Oké, dit is mijn hele parfumstash. Dus dit zijn allemaal eau de parfums, eau de toilettes enzovoort. En die ga ik nu uitzoeken. Dat houdt in dat ik geuren eruit ga halen die ik niet meer draag of gewoon ja nooit pak. Die doe ik in een doos en die doos daar mogen vriendinnen uitzoeken. Familie, vrienden. Het is niet iets wat ik weggeef aan kijkers of zo. Het is ook allemaal heel erg gebruikt. Dus en laten we snel gaan beginnen. Oké, net buiten beeld staat deze doos. Daar gaan de geuren in. Ik ga als eerst dingen eruit halen die ik wil houden, sowieso. Zoals deze. Van Kilian, Woman in Gold. Die wil ik houden. Is waarom ik deze zo cool vind. Ik zag hem in de video van Anastasia Beverly Hills CD in House Tour. En haar huis is echt amazing. En ze had iets van 160 slabs aan marmer door de hele huis. En ik zag dit in de badkamer liggen. En ik dacht echt, wauw. Goals. Het is ook echt een hele goede geur. Maar ook met dat doosje en zo. Echt, oh, love it. Verder moet ik heel veel gaan ruiken. Want ik heb echt weinig parfum gedragen het afgelopen jaar. Toen ik zwanger was, kon ik er vaak niet tegen. Nu ik borstvoeding geef, is het niet heel handig om veel parfum op te doen. Dus ja, ik moet wel even weer hoe het ook weer rook allemaal. Alright. Versace. Die heb ik al eens opgemaakt. Volgens mij zelfs 2 keer. En die wil ik houden. Mijn verlovingsgeur. Of course. Dan mijn trouwgeur. Monsieur Eau de Parfum. Love it. Mijn grote favoriet. Ange Eau de Mont Le Secret Eau de Parfum van Givenchy. Dit doet me altijd denken aan de Beauty Gloss Party. Omdat ik die altijd daarop had. En ja, dit is gewoon echt mijn signature geur. Ik heb hem heel lang niet meer op gehad. Maar love, love, love it. Ik heb hem hier ook in het groter. Zo. Och, deze is zo lekker. En ik heb er nog eentje. Oh, zie, zo'n fan ben ik van deze geur. Ik ga trouwens alle geuren die ik hou, die ga ik hieronder linken. Dus voor de liefhebber. Ik krijg wel eens berichtjes van mensen die dan in mijn vlog zien welke parfum ik opdoe. En dan hebben ze op de gok dezelfde geur besteld. En dat ze dan helemaal blij zijn omdat ze het lekker vinden. Dus thank you, dat is leuk om te horen. Mijn favoriete geuren zijn fris, dat zie je hier heel veel. Blauw en doorzichtig, fris, unisex, citrus. Beetje bloemig, maar niet te zwaar. Ik heb wel een paar zware geuren die ik lekker vind, maar dat is echt alleen voor events en feestjes en zo. Liever gewoon altijd fris.
Hier hebben we nog een Ange Eau de Mom, maar dit is de Eau de Toilette versie. Hou ik ook. Misschien moet ik er maar een paar weg gaan doen. Ik zie nu wat dingen. Deze doe ik weg. Een kleine Burberry doe ik weg. Daisy, Marc Jacobs doe ik weg. Zwitser. Van CK1 heb ik er best wel veel. Dat is echt love. CK1, CK1 Summer. Dat zijn er best wel wat. Wil ik ze allemaal houden? Dit is wel echt puur Masha, maar kan ik ze allemaal wel gebruiken? Wacht, hier ga ik even mee wachten. Ik leg ze bij elkaar, want hier ligt de Classic CK1. Amazing Grace Magnolia doe ik weg. Argent Provocateur vind ik eigenlijk aan de zware kant. Dan Lancaster Sunrise. Oeh, die heb ik heel veel gebruikt op vakantie. Die kan je opdoen als je de zon ingaat. Can be worn in the sun. Ja, die doe ik weg. Zoals jullie weten krijg ik heel veel parfum opgestuurd. Ik heb toevallig een postje gedaan op Instagram ook. Dat ik merken vraag om niet meer mijn random dingen te sturen. Ik krijg zoveel, jongens. Echt, weet je, ik doneer het dan en ik geef het weg. Maar ik vind het eigenlijk gewoon in het kader van duurzaamheid nergens op slaan. Weet je, het is te veel. Miss Dior. Love, love, love Miss Dior. Oh, dit is body oil. Die hoort eigenlijk bij die andere kant. Maar die lijkt natuurlijk heel erg op een parfum. Blooming Bouquet. Heel lekker. Ik heb meer Miss Dior hoor. Kijk, een Miss Dior Eau de Toilette. Deze. Dan heb ik deze. Rose and Roses. Die is ook lekker. Oh nee, moet ik alles houden? Misschien moet ik ze per soort neerleggen. Dit is ook een uitgaansgeur voor me. Die vind ik ook zo lekker. Brings back memories. Maar ik heb ook deze. Dit is ook een nieuwere. Misschien doe ik die weg en hou ik die. Van Chermoudier. Ja. Deze houden. DKY appeltjesgeur. Die geef ik weg. Aan mijn vriendin Avisa, die draagt dat altijd. Dan hebben we hier koffie. Oh, die Maison Margiela geuren ook. Zo lekker. Zo lekker. Ik had laatst deze binnengekregen. Maar die heb ik nu 2 keer. Bubble Bath. Nou, dan doe ik er eentje weggeven. Dan heb ik Coffee Break. Bubble Bath wil ik houden. Coffee Break ook. Dit is weer Miss Dior, een rollertje. Even kijken, mini Jo Malone doe ik weg. Deze Jo Malone doe ik ook weg. Springtime in a Park, ook lekker. Wil ik ook houden. Acqua di Cologne draag ik nooit. Wel echt mijn ding hoor, zo fris. Maar ik pak ze gewoon nooit. Dus ik denk dat ik deze allemaal weg doe. Intense. 4711. Ja, weg, 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 weg. Pak ik nooit, pak ik nooit, pak ik nooit. Deze. Kijk hoeveel ik er heb, hè. En ik pak ze nooit. Daar kan ik echt wel mensen blij mee maken. Ja, deze is zo lekker. Joy van Dior. Wacht, ik leg hem hier bij Dior. Oeh, we gaan het per merk doen. Zo. Tiffany parfum. Ja, wel echt heel lekker. Ja, die wil ik houden. Sommige geuren zetten we ook neer in huis, hoor. Om te sprayen. Bijvoorbeeld als een soort kamerspray of... iets. Het is super luxe hoor, maar ja, je huis ruikt dan zo lekker. Ik had echt een tijdje dat ik in elke kamer een andere geur had staan. Als we dan bezoek hadden, deed ik elke kamer een spritz van de geur. En dan liep je echt bij een tour door het huis, kwam je steeds met een andere geur, zeg maar. Ja, dat vind ik wel heel erg leuk. C is heel lekker, maar ik heb hem 2 keer. En hier staat mijn naam op. Dus dan ga ik denk ik die ander weggeven. Dus deze houden. Rémel Aqua. Zo lekker. Oh, watergeuren. Oh, hier hou ik echt zo van. Ja, houden. Valt me op dat ik best veel zware geuren heb eigenlijk. Als ik dit zo zie. Ligt dat aan mijn smaak of aan dat ik die moeilijk vind weg te doen? Ja. Deze. Love by Kilian. Oeh. Kenzo. Nee, dit doe ik denk ik weg. Ik heb een keer een hele fles Kenzo opgemaakt. Ik weet dat dit een andere versie is, maar Kenzo Flower opgemaakt. En... tegen het einde kon ik hem niet meer ruiken. Ik vond hem niet meer lekker. Dus ik heb dat nog steeds een beetje met Kenzo geuren. Kijk, dit is die Ariana Grande geur. Nee, die doe ik wel weg. Een beetje een 13 dozijn geur. Sorry, ja, het is gewoon niet helemaal mijn smaak. Kijk. Oh. Ook lekker, maar ik geef hem weg. Kenzo World Silky Mist. Nou, die geef ik ook weg. Armani Privé. Dit is echt goed spul ook hoor. Ik spray altijd in de dop en dan ruik ik zo. Wel weer een avondgeur. Weer. Ik heb nog één hier. Rose Milano. Oh, die vind ik wel heel heavy.
Dan hebben we hier Musk Shamal. Oeh, dit is hardcore. Oeh, ik moet echt denken aan mijn moeder of zo. Dit zijn echt van die geuren die mijn moeder lekker vindt. Nou, zal ik mama daar maar voor wennen? Ja, ik denk dat ik die weggeef. Hier hebben we weer een Miss Dior. My Way van Armani. Dit is een nieuwe. Die is wel erg lekker, zeg. En die wil ik denk ik wel houden. Ja. Ik heb best wel Armani geuren als ik dit zo zie. Accord de Gioia. Oh, die heb ik ook echt opgemaakt. Volgens mij deze R. Ja. Dit is die ander. Nou, deze geef ik weg. Ik vind R die Gioia wel heel lekker. Nee, ik geef hem gewoon weg ook. Waar is het? Oh ja, dit is Carolina Herrera. Nooit opgedaan. Oh, je sprayt hem ook echt zo. Waar moet ik hem op sprayen dan? Ik spray hem op een andere flacon. Zo. Heel zoet is deze. Nee, ik geef deze weg. Voor zoet heb ik al Victoria's Secret. I know. De dingen die ik met elkaar vergelijk. Maar hey, weet je, ik ga gewoon kiezen voor wat ik lekker vind. Sky Accord di Gioia. Nee, doe ik weg. Dan deze L'Occitane doe ik weg. Dan hebben we Gucci Bamboo. Die is ook wel erg lekker. Nou, die geef ik weg. Dan Tom Ford Costa Azzurra Acqua. Die is best heftig. Die ga ik weggeven. Dan is dit Trésor La Nuit. Nou, dat klinkt wel zwaar. Waarom? Ik heb deze echt volgens mij nooit opgehaald. Oeh, die is zwaar. Oh, waarom heb ik die? Die is veel te zwaar. Flower Balm, Victor & Rolf. Dit is Flower Balm Duo. Dus die is ietsje lichter. Ja, wel lekker. Weet je wat dit is? Mijn neus is nu waarschijnlijk al helemaal aangepast. Omdat ik zoveel parfums heb geroken. Maar dat trucje met koffiebonen schijnt helemaal niet te helpen. Dat schijnt echt een broodje aap verhaal te zijn. Ik geef deze denk ik weg. Even kijken, dan zijn we hier aangekomen. Ah, hier is wel een hoop stof ook, hè, wat eraf is gekomen. Deacon Y Woman. Ja, dit is wel echt, dit is zo'n old school geur. Ik wil deze houden, ik hou van deze geur. Houden. Dan hebben we Because It's You and I Love With You. Ik geef hem denk ik weg. Weer Armani. Ik heb opvallend veel Armani geuren. Ja, deze geef ik ook weg. En deze. Dit is Yves Saint Laurent. Die heb ik volgens mij ook heel lang al. Die hou ik. Maar ik doe hem nooit op, dus ik geef deze weg. Dan de CK1 Summers. Zo lekker. Yum yum. Ik heb een vriendin die vroeg om een CK1 Summer. Of die zei van of ik nog gegeur had. Dus ik zei, waar hou je van? Unisex CK1. Ja, dan krijg je dus dit. Dus ik denk dat ik er eentje weg moet doen. Zal ik de Classic doen? Ja. Ja, de Classic. Zal ik er eentje houden dan? Dan kan ik er nog één weg doen. Ik hou ze voor nu even allebei. Dan hebben we hier Kilian. En drie geuren van. Zijn ook weer vrij heftig. Kissing After Sunset and Adult. Ik denk dat ik After Sunset weg doe. Ja, ik denk dat ik Adults misschien haal. Het zijn allemaal sexy geuren hoor. Maar ik denk die en dan die twee geef ik weg. Dan Gucci Bloom. I love Gucci Bloom. Dit is echt lange tijd mijn everyday geur geweest. Die wil ik eigenlijk houden. Moet ik weer vaker dragen. Dan komen we hier bij Dior. Mini Joy Intense wil ik houden. Ik heb drie J'adore'tjes. J'adore'tjes. Ja, ik heb Hermès. Dit is Eau de Toilette. En Eau de Parfum. Het zijn wel hele handig om mee te nemen, hè? Die minis. Maar ja, heb ik ze alle drie nodig? Misschien, ik geef de Hermès weg. Dan heb ik Eau de Toilette en Eau de Parfum. Zijn rollers of niet? Ja, dat zijn rollers. Ik vind ze wel chill. Ik draag ze wel. Weet je, ik hou Eau de Toilette. Eau de Parfum geef ik ook weg. Dus die houden. Absolute Blooming Roller. Dit is dus ook, een rollertje. En dan hebben we hier Eau de Toilette Roller. Dit soort dingen zijn echt handig voor je tas. Neem het vaak mee. Kijk dan Eau de Toilette. Rose and Rose wil ik houden. Body Oil. Ja, die moet sowieso ergens anders heen. En Blooming Bouquet. Ja. Ja, dit gaan we houden. Zo. Qua Dior, zeg maar. Oké, ik ga alles wat ik ga houden weer terugleggen hierin. En dan gaan we gewoon nog een keer een selectie maken. Oké, dit is wat ik nu ga houden. En ik ga even heel streng zijn. Ik heb het een beetje op merk gedaan. Dit is Dior. Dit is Angelo de Molle Secret.
Dit is Maison Margiela, dit is Armani. Dan hebben we wat frisse geuren. Die twee hou ik sowieso, dat zijn mijn allerbelangrijkste geuren. En hier wat zwaardere geuren. Om te beginnen, die twee, die hou ik sowieso. Dit zijn echt mijn hele belangrijke, betekenisvolle geuren. Dit is trouwgeur, verlovingsgeur. Wat ik al zei, ik ga alles hieronder linken wat ik hou. Dus deze twee hou ik hoe dan ook. Deze gaan niet weg. Ik moet selectief zijn. Ik moet echt even streng zijn voor mezelf. Ik wil gewoon dat het makkelijk is als ik een parfum wil. Dat ik gewoon hatsenflats iets kan pakken. Niet te lang over nadenken. Signature geur dit. Angelo de Mont Le Secret. Eerlijk, dit is echt... I love, love, love dit. Wacht. Ja, ik word hier gewoon zo gelukkig van. Dit is gewoon... Dit ben ik. Als ik hem op heb, dan zeggen mensen ook... In de tijd dat we nog mensen echt konden zien. Van wow, dit ruikt echt 100%. Dit is Marcia, zeg maar. Dus... Ja. I love it. Love it, love it, love it. Deze vier ga ik houden. Dan. Man, man, man. Ik denk deze. De Miss Dior's. Eau de Toilette. Rose and Rose. Bloemenbouquet. Eens even ruiken. Ja. Ja, dit ben ik ook. Oh. Rozen. Ik vind rozen niet altijd heel lekker, maar... Deze is zo vreselijk lekker. Miss Dior Rose and Roses. En dan Eau de Toilette, de classic. En dan heb ik een rollertje. Misschien moet ik die minis in een reishoekje leggen. Of zo. Nee, want ik pak ze hier ook wel eens van om in mijn tas te doen. Het is zo moeilijk. Ik ga C denk ik wegdoen. Ook al slaat mijn naam erop. Ik heb hem te vaak opgehad. Dit is echt een watergeur. Fris, 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 fris. Gucci Bloom is heel bloemig. Misschien heb ik deze ook te vaak op. Ik ruik hem nu denk ik vaak op gehad. Ja, dit is een nieuwe geur die ik erg lekker vind. Ja, deze vind ik echt wel nice. Even hier kijkend. Ja, Kilian, Kilian, Kilian. Is vrij zwaar. Victor Rolf. Tiffany. Dan check ik bij mezelf. Hou ik hem omdat ik zo'n Tiffany fan ben? Nee, ik hou hem omdat ik hem gewoon ook echt heel lekker vind. Twee CK1 Summers. DKNY. Rebel Aqua. Ja. Waterig. Net als die Bubble Bath. Die is ook heel lekker. Coffee Break. Spreekt hem in het park. Ook lekker. Jeetje. Misschien toch zware geuren wegdoen. Ik ga deze wegdoen. What else? What else? What else? What else? Ik ben echt aan het nadenken hier. Mijn hersenen kraken meer. Omdat elke geur heeft iets van een herinnering. Een feestje. Of een bijzondere dag. Of gewoon omdat ik me erg lekker vind. Weet je? Ik weet niet, ik moet bij die geur mijn mbo-tijd denken. Ik moet, bij dit moet ik aan de zomer denken. Deze kreeg ik toen ik net moeder was. Dus dat zijn allemaal van die herinneringen. Ja, dit is, dit. Zo. Zware geur. Zoveel zware geur heb ik eigenlijk niet nu. Flowerboom is niet per se, nee. Laten we zeggen dat dit echt zware geuren zijn, zo. Ja. Dit is aan de zware kant, om het zo te zeggen. Ik vind die van Versace... Ook best wel luchtig. Terwijl volgens mij moet dit ook soort van zwaar voor. Ik weet niet. Ik vind dit ook prima everyday geur. Hoe moeilijk kan het zijn zeg. Jeetje. Of ik. Ja, ik kan ook zeggen dit is het. Maar ik moet gewoon kritisch zijn. Zal ik één CK1 Summer weggeven? Welke van de twee? Ja, deze geef ik weg. Misschien doe ik deze ook weg. Die Eau de Toilette. Want ik heb ook een roller. Dus ja, misschien is dat handig. Hoeveel heb ik er nou? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Ik denk dat ik er ben. Als ik dit zo zie, ik heb echt ontzettend veel weggedaan. Ik denk dat dit het is. Minis, geuren die ik lekker vind. Ik heb opvallend veel met Maison Margiela voor mijn smaak, zeg maar. Ik heb het nooit zo bewust bekeken, maar ik vind die geuren echt heel lekker. Ja, laten we ze in de kast gaan zetten. Oké, we zijn weer bij de kast. Dan zie ik dit. Denk ik echt... Dus dit wil ik echt ook even uit... Ja, ik weet niet. Als jullie dat in een video willen zien. Ik heb hier allemaal een soort luxe body lotions en glittertjes. En eigenlijk is dit allemaal voor als ik een event heb of rode loper. Nou, dat gebeurt nu niet. Maar ik kan het echt wel een keertje gaan uitzoeken. Misschien moet ik ze een beetje in een rondje bij elkaar zetten. Dat ga ik doen. Kijk, zo. Nu staan ze zeg maar als een soort klein groepje daar. Ja, dan ga ik nu even de andere geuren neerzetten. We beginnen met de zware geuren. Die staan hier. We hebben Love bij Kilian. Dan hebben we Flowerbomb Dew. Dan hebben we hier Angel Nova van Cherry Mugler.
En dan hebben we hier Woman in Gold van Killian. Dus dit zijn echt een beetje de uitgaansgeuren voor mij. Als we weer ooit uit kunnen. Daarachter heb ik mijn belangrijkste geuren. Dat zijn Miss Dior Eau de Parfum, mijn trouwgeur. En Moschino Fresh Couture Eau de Toilette, verlovingsgeur. Dan heb ik een rijtje Ange Eau de Mont Le Secret, mijn signature geur. En eentje daarvan die zet ik vooraan. Heerlijk, maar dit is een soort van backup daarachter. Dan hebben we CK1 Summer. Ik vind elke CK1 voor lekker. Tiffany & Co, DKNY. Die wil ik eigenlijk hier tegen de zijkant zetten. En die pak ik nooit, omdat die altijd achterin staat. Zo. Die is zo lekker ook. Dan hebben we Miss Dior Rose & Roses. Blooming Bouquet. Rem L'Aqua. Dan My Way van Armani. Versace. Dan Maison Margiela hebben we hier Bubble Bath. Coffee Break. En Springtime in a Park. En dan heb ik hier minietjes, of minietjes, kleintjes voor in de tas die ik tegen de zijkant zetten. Dus even kijken hoor, hoe gaan we dat doen? Die zet ik naar achter. Oké, we gaan even reorganiseren. Deze geuren, die geef ik allemaal weg. Dus dit gaat naar vrienden en familie en zo, en vriendinnen. Dus ja, lekker opruimen zo. And that's it. Dit is mijn huidige parfumcollectie. Hij is niet zo groot meer. Bescheidener, kleiner. Echt mijn favorieten, mijn ultieme favorieten. Geuren die ik gewoon echt wel pak. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden mee te kijken. Ik link elke geur hieronder. Behalve die van Victoria's Secret, want die kan je helaas niet bestellen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot snel weer.